geven we elkaar nog een hand. Ja, tuurlijk. Hallo. 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 Dat is een mooi begin. Cora, misschien moet jij nog één keer aan de buren uitleggen wat jij zo vervelend vindt aan de manier waarop jouw tuin nu gebruikt wordt. Dit is mijn stukje tuin. En het recht van overpad wordt ten onrechte gebruikt. Terwijl eigenlijk ook de zijkant van het huis kan gebruikt worden en de voordeur. Reageer daar eens op. Dit huis heb ik gekocht in 1993. En al 26 jaar gebruik ik dit op die wijze. Niet overmatig, maar alleen als ik het snelste of het makkelijkste achteruit kan. Ja, dan gebruik ik dat als achteruitgang. Toen dacht ik ineens van, zie je wel, nu maak je duidelijk, het is wel makkelijk en we zijn het zo gewend. Begrijpen jullie dat het voor de buurvrouw wel vervelend is? Als je de indruk hebt dat dit een tuin is en dat niet het geval is, dan lijkt me dat vervelend. Ja. Alleen, het is van tevoren was het duidelijk dat het zo is. Maar op het moment dat ik het gekocht heb, is het mijn grond geworden. En mijn grond kan ik ook inrichten zoals ik het wil. Het was natuurlijk ook geen woonhuis al die jaren. Het was een winkel en een woonhuis boven. Vanaf het moment dat Cora er is komen wonen, is dat misschien toch ook meer bestemming tuin geworden. Ja, maar het is vanaf het eerste moment dat het pand is aangekocht, was het duidelijk dat hier een overpad gold. Je wil een tuin hebben, met vriendjes zitten en zo. Dat is het. Ze wil geen onze gezicht zien. Dan zijn er een aantal dingen gebeurd die jou zeer gestoord hebben. Ik noem het kinderfeestje. Vertel eens aan de buren wat jou daar zo aan gestoord heeft. Hij was boos en hij was erg intimiderend. Wat is het nou het probleem om die jongens eventjes hier doorheen te stoppen? Nou, het probleem was eigenlijk dat ik niet boos ben op de kinderen. Maar eigenlijk boos ben op de ouder die toestemming geeft om inderdaad mijn tuin als speeltuin te gebruiken. Maar praat eens vanuit je hart. Wat vond je nou het ergste aan het feit dat die kinderen door je tuin liepen? Eigenlijk heel respectloos dat men mijn tuin als speeltuin gebruikt. Dus één keer in een heel jaar. Je ziet dat hij van binnen erg rookt, maar zijn gezichtsuitdrukking en zijn ogen spreken boekdelen. Wanneer wij gaan naar de dorp gaan, wij moeten die kant. Waarom willen wij zo lopen? Nee, u moet helemaal niks. Jij net komen en jij wil alles stoppen wat wij hebben 26 jaar gedaan. Wij moeten nu stoppen. Een goede dag. Meester Visser, goedemorgen. Welkom in Warmond. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Dit zijn Thomasina en Dick en die wonen hier in het huis hierachter. En dit is Cora en die woont hier in het huis. En het gaat eigenlijk om het recht van overpad van dit stuk grond. En dat is de tuin van Cora. Heeft u mij nog nodig? Nee, neem maar even vrij. Je moest toch een boodschapje doen? Ik ga even een boodschapje doen. Meer Meester Frank Visser doet uitspraak? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.